De oorspronkelijk originele Dinky Toys. Van, ja, zonde van de waarde, bla bla bla. Maar volgens mij is het gewoon leuk dat ze er weer zijn en dat je ze nu ook nog kan kopen. Ik ben Paul Spek. Ik verzamel miniatuurauto's. En niet één onderwerp, maar eigenlijk van alles wat ik leuk vind. Dat is het belangrijkste. Dus Heller, DAF, Mini, British Leyland, zwarte auto's, tractoren, Alfa Romeo, Fiat 500, Smart, you name it. De verzameling is sowieso tot stand gekomen omdat mijn vader vroeger bij de importeur van British Leyland werkte in Gouda. En toen is er liefde voor autootjes natuurlijk erin gegoten en echte auto's. En aangezien je niet zo heel veel echte auto's kan veroorloven en modelletjes wel, zijn modelletjes geworden. Ja. En dat blijft maar groeien. Nou, in principe vind ik alles mooi wat hier staat, anders had ik het niet gekocht. Het gaat mij puur om de lol, het plezier van het hebben. En de ene keer is dit de mooiste en de andere keer is dat de mooiste. En de nieuwste AM is natuurlijk altijd even de mooiste. En ik verbouw ook, dus... Ja, elke nieuwe verbouwing is natuurlijk ook weer even de mooiste. En die heb ik ingekort tot een open 88 is dit. En daarachter staat nog een korte station wagon versie. Die heb ik helemaal aan stukken gezaagd en weer aan elkaar gemaakt. Ja, zo zijn er wel meer dingen tussen. Jaguar XJS zijn allemaal verbouwingen. Alleen die rode standaard, die andere drie zijn allemaal verbouwd. Dit is de standaard uitvoering van de bouwers van de, dit is een 307 cabrio. Daar heb ik een open cabrio van gemaakt en een dichte straatversie. Gewoon leuk om te doen. Oh, hier zitten rubberbandjes om, dus die er gelijk niet makkelijk. Dit is dan de open dichte cabrio. Dit is dan de standaard rally versie, zeg maar. Nou, zo'n bouwdoosje koop je voor een euro of 8. Nou, ik heb er toch heel leuke versies van maken. Deze heb ik, nou, hij is in aanbouw, hij staat hier. Dat is een heel simpel bouwdoosje en ik dacht van, nou ja, ik kan 6 keer hetzelfde bouwdoosje bouwen. Het is leuker als ik een variant van maak. Dus ik heb een groot gat in het dak gezaagd. En ik had ook een popje dat je min of meer kan aanzien voor een officieel regeringsfiguur. En ja, een paar vlaggetjes erbij. En je hebt een presidentiële DS. Rallyversie gemaakt, een cabriolet en een police. Auto uit de film Le Mans met Steve McQueen. En dat is natuurlijk een leuke film om naar te kijken als autoliefhebber. En toen dit model uitkwam, was het toen best wel kostbaar voor mij als jonge verzamelaar. Ja, vond ik toch wel leuk om die te kopen. Ik heb in België in een speciaalzaak gekocht. En het is behalve een leuk model ook een goede herinnering aan de tripje van toen, zeg maar. En hij is nog helemaal origineel in de doos. Dus, in het heel licht groen. Dus heb ik van alle beschikbare schalen zeg maar, een versie gemaakt. Die kleur zie je bijna nooit, ook niet in het echt. Dus ik denk, nou, een leuk rijtje voor exposities of zo. Ik neem ze altijd mee. En dat is gewoon leuk om te doen. Een beetje pielen met verf. Ik probeer wel een beetje natuurgetrouw na te maken. Dit is dan een koffiedafje van... Van deze meneer, Daphne. Die zag ik op een evenement staan. Maar ja, het gaat een beetje verder om alle koffiekopjes en bekertjes aan te brengen. Maar ik heb iets van een koffieapparaatje, een lantaarn van een oud schip heb ik gevonden. Dan kan ik als koffieapparaat maken natuurlijk. En nog wat kleine details erop. En die heb zo nagenoeg het modelletje nagemaakt. Dan moet ik nog zien dat ik dan de diekeltjes kon en de logootjes. Want het gaat absoluut niet om het aantal. Ja, het groeit natuurlijk, maar het gaat mij niet om het aantal, het gaat niet om de waarde. Het is puur plezier wat ik eraan heb. En je ziet dat de kamer is aardig vol, dus dat wordt ook een probleem. En het wordt alleen maar leuker, want er wordt steeds meer op de markt gebracht. En je leert steeds meer mensen kennen in de hobby en in de club. Ik ben lid van de NAMAC, de Nederlandse Algemene Miniatuurautoclub. Nou, er zitten dik 5000 verzamelaars. En er zitten best wel een paar vrienden tussen natuurlijk. En er komen ook steeds nieuwe vrienden bij.
Nou, tip voor de beginnende verzamelaar zou zijn van stoor je niet aan wat anderen zeggen, roepen, denken of hebben, maar doe gewoon wat je zelf leuk vindt. En schaam je niet, een verzameling begint bij 3 en als je daar lol in hebt ben je alleen maar goed bezig. Mensen hebben het altijd heel vaak over grote aantallen en waardes en alle andere gekke dingen die meer op speculeren lijken dan op plezier hebben aan je verzameling. En het hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Als je gewoon leuke dingen koopt en af en toe eens wat restaureert of verbouwt of bij de Action gaat kijken, bij wijze van spreken, die heeft ook wel eens leuke modellen voor weinig geld. Maar nou, dan heb je een hartstikke leuke hobby.